ja, ik heb 6 jaar bij Union gespeeld en het is toch een klein beetje verschillend, maar best wel positief eigenlijk. Fysiek en voetballend aanpassing en naar NAA toe was oké, goed verlopen. Ik heb de supporters bij Union goed gekend en dat is hier eigenlijk ook een beetje. Supporters zijn heel dicht bij de ploeg eigenlijk. Je ziet het hier als je na de wedstrijd naar huis wilt gaan, dat de supporters heel dicht bij u staan. En dat is een beetje dezelfde mentaliteit, dus dat is wel goed. Allez, vite les gars, vite. Ja, ik ken zijn manier al heel goed. Ik heb er een jaar mee samengewerkt in het verleden. En het is een beetje verschillend misschien. Hij is een beetje dichter bij zijn spelers en daarin is hij wel beter geworden, denk ik. En voor de rest is het wel hetzelfde een beetje als ik gekend heb. Veel in detail, heel goede coach. Hij laat niets liggen eigenlijk. Hij analyseert alles en echt een topcoach, denk ik. Een speciale match op jou? Ja, heel speciaal. Ik heb er lang gevoetbald. Ik ken het stadion van binnen en van buiten. Supporters ook. Dus het gaat heel speciaal voor mij zijn om in een andere kleedkamer te gaan dan die van Union. Dus ik heb in het begin van het seizoen Als we op de kalender wachten, meer naar die wedstrijd gekeken dan naar die van Brugge en Anderlecht en de dikke wedstrijden. Maar ik verlang er echt naartoe om daar te gaan spelen. En het gaat ook een heel belangrijke wedstrijd zijn voor ons naar het seizoen toe.